Toen heb ik tegen die groep vrouwen van toen gezegd van, dan is het volgend jaar ook afgelopen. Jullie zijn nu nog een jaar bij mij, maar aan het eind heb je een diploma en dan ga je een volgende stap maken. En eigenlijk vanaf dat moment heb ik me pas echt sociaal ondernemer gevoeld of impact ondernemer. Daarvoor voelde het eigenlijk nog niet zo echt. En toen heb ik wel echt gedacht van, oh ja, dit is wel een strategische beslissing geweest. Die overigens ook bedrijfseconomisch totaal niet slim was. Want als je natuurlijk elk jaar met nieuwe vrouwen begint in augustus, september, omdat ze dan een jaar naar school gaan. En tegen de tijd dat ze die machines goed kunnen bedienen, zeg je van, nou schat, dan ga jij nu verder aan je toekomst werken. En dan gaat Jolijn weer met nieuwe vrouwen aan de slag die nog nooit achter een machine hebben gezeten. Dat is niet echt slim. Dus dat is ook het moment dat ik bij de gemeente heb aangeklopt en gezegd van, ja weet je, ik wilde het wel doen. Op deze manier kunnen we natuurlijk veel meer impact hebben, veel meer vrouwen ook een plek geven. Maar ik heb dan ook iemand nodig die gewoon die vrouwen elk jaar gewoon zorgt dat die intensief begeleid worden en dat die ook echt de volgende stap kunnen maken. En dan kan ik daarnaast gewoon zorgen voor de marketing, de sales. Dat moest natuurlijk ook nog gebeuren.